NEC speelde woensdagavond in Groningen en creëerde meerdere opgelegde kansen, maar kon niet tot scoren komen. De wedstrijd verliep uiteindelijk teleurstellend. FC Groningen won met 2-0. Na afloop spraken we met Mo Rayi en trainer Peter Uballa. Hoe gefrustreerd ben je? Ja, ik ben niet gefrustreerd. Verder gaan, direct op Ajax nadenken. De jongens hebben 25 minuten prachtig gespeeld. Dan schieten we eigenlijk de eigen doelpunt in. Een cadeautje voor Groningen. En dan de tweede helft komen we eigenlijk goed terug. Die idee was dan een beetje meer op de vleugel. Met Jero hebben we nog maar forceerd in de centrale. En wij en Mohamed Rayi heeft een grote kans. Vormetjof moeten we breed leggen op Ferdi. Maar dat doen we niet. Daar zijn we niet goed genoeg in deze momenten. En dan doet Groningen, doen ze ons goed af met de 2-0. Ja, dan wordt nog een nulwedstrijd. Daar heb ik alles forceerd wat nog gaat. En dan kan Groningen ons afmaken. Wij komen niet meer zo echt door. En goed, dat is ja... Ja, goed, dat was ja nu ook in deze seizoen vaker. Maar we staan direct samen weer in de ronde en zeggen oké, ja, afvaken, nut ja niks. Hoe vond je het spelen met een vaste spits als Aboniel? Ja, ik vond dat hij het vandaag goed had gedaan. Sterke spits, kop veel door. Dus het was wel lekker spelen. En jammer dat hij zichzelf niet beloont met een doelpunt. Maar je speelwijze, hoe heb je ze zo scherp gekregen voor deze wedstrijd? En is dit iets om op voor te beduren met Taiwan in de punt? Was dit speciaal voor Groningen, zeg maar, bedacht? Nee, ik zoek de doelpunt. En dat zijn die jongens die ik heb, dat zijn die spitsen die we hebben. En ik was met Jero niet tevreden tegen Vitesse. En Taiwo zie ik iedere dag in de training. En heeft hij eigenlijk ook aardig gespeeld, maar dat is ja wie in het leven. Als je aardig bent, is het leuk, maar je moet afmaken als spits. Daarvoor krijg je salaris. En dat heeft hij niet gedaan. En dat is natuurlijk voor de jongens. Weet je, die jongens gebruiken nu ook dat 1-0. En zitten goed in de wedstrijd, maar ja, en dan was echt na de 0-1 was echt frustratie. Dat heb je echt gevoeld. Daar heb ik ook gedacht, nu kunnen we ook heel snel 2-0 krijgen. Omdat de frustratie, Joris een beetje over de lane, Lorenzo was, Ferdi was aan de grond. Dan hebben we even psychologische werk gedaan in de rust. En dan komen de jongens al verder, maar goed. Dan 0-2, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Wat gebeurde er bij jouw mogelijkheid? Want schoot je onder de bal door of langs de bal heen? Of? Ja, ik kreeg de bal van Jeroy. En ja, hij kwam een beetje op mij. Ja, ik kwam met rechts binnen schieten, maar hij kwam op mijn linker. En ik raak een beetje met mijn hak. Ik raak hem niet goed. En zulke ballen moeten gewoon zitten. Waarom speelde je vorige week niet? Ja, ik weet niet, het was gewoon een keuze van de trainer. En ik ben gewoon ingevallen. Ik was belangrijk met een assist toen ik inviel. Dus ja, het kan een keer gebeuren dat je niet speelt. Maar dan moet je gewoon koppen bijhouden. En gewoon als je invalt laten zien. En vandaag heb ik dan weer wel gespeeld. En gewoon nu de lijn doorzetten.